Nou, ik ben net gehonoreerd als meesterkok. Een titel waar ik super trots op ben, waar ik heel hard voor gewerkt heb. Waar ook de jongere koks van mijn leeftijd nu hard voor werken om die titel te halen. En eigenlijk wil ik ook met deze titel jonge jongens motiveren om het mooiste vak wat we hebben te beoefenen en daarmee door te gaan. Want veel stoppen ermee. Een Michelinster kan ooit van me afgepakt worden, deze titel kan nooit van me afgepakt worden. Omdat daar heb ik heel hard voor gewerkt en heel veel dingen voor gedaan om dit te halen. Er zijn er maar 2 per jaar die het mogen doen. Dus een select club koks die het halen en daar ben ik heel trots op dat ik daarbij kan horen. Deze titel heb ik alleen kunnen behalen doordat ik zoveel gewerkt heb. En dat is niet 40 uur in de week waar ik op een contract sta. Nee, dat is keihard werken. Dus 60 uur, dat is soms wel 70, dat is ook wel eens 80 geweest. Alleen met heel hard werken bereik je deze titel. Sterrenklas is een gezellig klas van meesterkoks. En nu ik ook meesterkok ben, zou ik daar ook best mogen geven. En dan vind ik het leuk om jonge jongens die gemotiveerd zijn, die passie voor het vak hebben, om die mee te nemen naar een stap verder in hun ontwikkeling. De jonge generatie heeft nu ook wel de wind mee om door te gaan met dit vak. In mijn tijd moest je dat eigenlijk zelf ontwikkelen, zelf motiveren, zelf op zoek gaan naar dingen. Nu heb je een opleiding ook waar je naar een slager gaat, waar je naar visboer gaat. Dus iedereen moet altijd gemotiveerd zijn om het uiterste uit je vak te halen. Ik ben Pascal Beren. Vorig jaar begonnen om samen met Menno Post de Bokkenos over te gaan nemen. Dat was inmiddels 3e generatie van de familie Beren om daarmee te gaan starten. De reden dat we dat zijn gaan doen is eigenlijk omdat Menno en ik daar een keer met elkaar over aan het sparren waren. En dat het ons een fantastisch idee leek om dit bedrijf voor te gaan zetten. En weer door te laten groeien van waar het ooit vandaan komt. En hopelijk ooit weer verder te groeien. Ja, natuurlijk is dat moeilijk. Je traint in de voetsporen van een bedrijf wat zijn sporen verdiend heeft. Aan de andere kant is daar heel veel ruimte ook om voor verbetering en ook weer een nieuwe groei te maken. We willen natuurlijk een beetje verjonging aantrekken in die zin. Daar zijn Menno en ik nu volop mee bezig. Mensen denken dat ze in een bedrijf als dat van ons, dat ze naartoe moeten, stijf rechtop moeten zitten. En dat het allemaal heel serieus is. Uit eten gaan moet gewoon voor iedereen feest zijn. Dat moet ontzorgen zijn en lekker achterover zitten met een heerlijk glas wijn en fantastische gerechten die voorbij komen. Wij hebben hier een bedrijf met heel veel vaste gasten. Heel veel gasten die ons bedrijf ook trouw zijn. En die moeten we koesteren. Die hebben ons de afgelopen jaren altijd gesteund en altijd geholpen om in de juiste richting door te blijven gaan. Dat neemt niet weg dat we ook een nieuwe aanwas moeten aanboren. En dat zien wij toch wel in de verjonging, in de jongere gasten. Met jongere gasten bedoelen we eigenlijk vanaf een jaar of 25 en hoger. En die proberen nu inderdaad kenbaar te maken dat de drempel niet zo hoog hoeft te zijn. Dat het niet €600 kost om hier te komen, maar dat je gewoon voor een heerlijke lunch lekker kan genieten met z'n tweeën of met vrienden. En dat het ook mag. En dat een beetje rumoer in de zaak ook wel mag. En dat de gezelligheid weer terug moet komen. We hebben natuurlijk nu nog steeds meneer Bruins bij ons in de rondte lopen. Die werkt al ruim 38 jaar binnen de Bokkenos. Ook voor hem werkt hij inmiddels met de 3e generatie. Die heeft met mijn opa gewerkt, met mijn vader en nu met mij. Dat is een hele stabiele factor binnen ons bedrijf. En daar staat een heel jong team in de bediening in ieder geval. En ook trouwens in de keuken omheen. En ja, die hebben allemaal wel een mening. Die durven ook te zeggen wat ze vinden. En ik denk ook dat ons verder brengt. Misschien verschillen we daar alweer een beetje van de wat oudere generatie die gewoon vertelde hoe het moest. Hoe zij vonden dat het zou moeten gaan. En ja, dat vraagt een andere aanpak van ons. Maar aan de andere kant, wij zijn daarmee opgegroeid. Wij zijn zelf ook zo. Dus wij schrikken daar niet zozeer van als dat misschien een ander iemand daarvan zou schrikken. Maar ik denk dat het voor het bedrijf alleen maar goed is. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.